Je huis voor de winter anders inrichten wordt elk jaar een beetje meer trend. Maar de focus ligt op comfort. Waar moet een bank of interieur zoal aan voldoen in de winter? Riant van leer. Zwart leer vind ik zelf mooi. Waar je lekker op kan zitten en af en toe ook op kan liggen. Ja, bij mij dan wit leer. Dat vind ik mooi. En twee losse stoelen. Luxe stoelen waar je weer achterop kan zitten, weet je wel. En voor haar een en voor mij. Ja, ik hou wel gewoon van lekker een bank waar je goed in weg kan zakken, waar je gewoon lekker op kan liggen. Ja, dat kan op deze. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik vind het niet fijn. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een wat steviger zitting. Ja. Dat kan, met comfortschuim. Dan is hij wat harder, wat steviger. Of nog extra hard, dat bieden we ook nog. Ik vind het ook wel fijn aan deze bank, want hij is lekker lang, maar hij is ook zo diep. Hij kan 10 centimeter ondieper. Dus dan kan je zelf voor kiezen wat je wil. Ja, wat je wil, ja. Ja, er zijn mensen die dat prettig vinden. Dan zit je wat rechter of wat meer rechtop. Ja. Of een andere vulling erin, dan zit je op zich al wat rechter. Ja, ik moet eigenlijk ook even rechtop zitten. Ja. Zo, boekje erbij, toch? Ja, te doen, hè? Precies, Sanne, klaar voor de winter. Maar een nieuwe bank moet dan wel lekker passen qua inrichting. Hoe groot moet een bank nou eigenlijk zijn? Zo groot dat ik erop kan liggen. Daar moeten 3 personen op kunnen zitten. Metertje of 3? Nou, je moet er lekker op kunnen liggen, hè. Hoe lijkt je living nou ruimer? Moet je dan kiezen voor juist een grote bank, een kleine bank? Of misschien werken met verschillende fauteuils? En hoeveel maten zijn er nou eigenlijk? Gerrit, dit is echt een immens grote bank. Dit is een behoorlijke bank. Maar het kan nog veel gekker. We hebben nog veel groter. Je kunt hem ook kleiner, net wat je zelf wil. Ja, want niet iedereen kan natuurlijk zo'n grote bank, denk ik, kwijt in huis. Nee, maar het voordeel bij ons, we hebben bijna maatwerk. Het moet heel raar zijn, wil je geen maat kunnen samenstellen. Kan je helemaal zelf samenstellen en kiezen? Ja, wil je wat zien? Ik heb wat voorbeelden. Ja, leuk. Nou, neem plaats. Hoi, je hebt ook eettafelstoelen en banken. Dat hebben we zeker. Maar het meest bijzondere van Urban Sofa is dat je dezelfde stof die je op je bank hebt, ook op je stoelen kan hebben. Dan matcht het echt in huis. Dat is helemaal geweldig. Ah, dat klinkt goed. Ja. Maar je wilde me iets laten zien over de afmetingen van de bank. Wat voorbeelden qua afmetingen en qua stof en leer. Dat een bank vaak heel anders in het leer oogt dan een stof. Ja, je hebt echt een enorme hoekbank en gewoon een tweezits. Ja, verschillende ruggen, ook mogelijk bij ons. Dus kleine kussens, grote kussens. Ja, ik wil deze eigenlijk wel even meenemen, mag dat? Ja, nou, helemaal mee. Ik zoek nog een bank. Ja? Goeie adres gevonden.